Ja, Ramlab is vorig jaar gelanceerd, officieel in november 2016. En is voortgekomen uit een pilot uit 2015 die we hebben gedaan met allerlei partijen in deze haven rondom 3D printen. Daar bleek dat er genoeg potentie was om 3D printen verder te onderzoeken in een lab. Daarom hebben we Rotterdam Additive Manufacturing Lab opgezet. Sinds die tijd doen we dus onderzoek naar grootschalig 3D printen met voornamelijk gericht op metalen. En dat doen we met allerlei partners. Zowel software, hardware partners, consumable partners, certificeringspartners zoals Lloyds en Bureau Veritas en ook IBM. En met IBM hebben we gekeken naar hoe we ook iets kunnen doen met data. Je moet je voorstellen dat we lassen op dit moment 3D. Wat je aan het doen bent is laagje voor laagje op elkaar aan het lassen. Dat creëert een 3D object. Die robot die is nog niet slim, maar die genereert ontzettend veel data. Die data die pompen we in het IBM Bluemix platform. En met die data gaan we slimme dingen doen. We zijn nu bezig met een project, een groot project, een schroef voor een sleepboot van Damen Shipyards. En dat is een schroef van 200 kilo, 1,30 meter in diameter. Tijdens dat proces komt er heel veel data van de robot, van de lasrobot komt er af. Die later kunnen we analyseren en kunnen we kijken of het printproces goed gaat en ingrijpen op het moment dat het fout gaat. En dat is belangrijk, omdat het kan dagen duren voordat iets klaar is en je wil niet aan het eind achterkomen dat het niet goed is gegaan. Daarnaast is het belangrijk om al die data te verzamelen om uiteindelijk iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de schroef, van het product wat je gemaakt hebt. En daardoor kan deze schroef goedgekeurd worden om straks onder een schip gehangen te worden. Ja, ik ben het meest trots op de samenwerking die we hebben kunnen creëren met onze partners. Wat dit uniek maakt, dit project, is dat het innovatief is, waarbij we van idee via prototype naar daadwerkelijk product iets realiseren wat we uiteindelijk niet alleen in Rotterdam kunnen neerzetten, maar bij havens wereldwijd.